Yes, goed dat jij weer kijkt naar deze nieuwste aflevering van Thuismuseum. In tijden van corona zijn alle musea dicht, zo ook dit museum waar ik nu sta. Dat is namelijk Panorama Mesdag en ik ga jullie vandaag dit museum naar jullie toe brengen, zodat jij vanaf de bank dit museum kan bezoeken. Panorama Mesdag, ik sta hier ook naast Hendrik Willem Mesdag. En hij is eigenlijk de grondlegger van dit museum en vooral zijn meesterwerk, zijn panorama waar dit museum rondom is gebouwd. Daar ga ik het vandaag met jullie over hebben, of in ieder geval ga ik dat laten zien. En het is echt ongelooflijk. Ik heb het net voor het eerst gezien. Ik kom echt in allemaal nieuwe musea, dat is echt heel erg tof. En het is fenomenaal. Maar goed, om de spanning een beetje op te bouwen ga ik eerst kort iets vertellen over het leven van Mesdag. Nou, eerst natuurlijk even beginnen met de liefde. Hij werd in Nederland in Groningen geboren en trouwde toen met Sientje. En hij was bankier en was ook druk bezig. Nou, zat eigenlijk in het bedrijfsleven. En op een gegeven moment... oh, trouwens, hier zijn twee foto's van Sientje en Mesdag. Zij trouwden dus en hij was met de bank bezig. En uiteindelijk zei hij, nee, ik wil heel graag kunstenaar worden. Dus hij heeft... vrienden om hem heen gevraagd van hoe kan ik dat nou doen. En die zeiden je moet landschap gaan schilderen. Dus dat is hij gaan doen. Nou, hier zie je om mij heen een aantal van zijn vroegere werken. En een van zijn allereerste werken, dat is deze. Ik ga hem even wat dichterbij laten zien. Dit is een van de eerste landschappen die Mesdag schilderde. Dus je moet je voorstellen, op zijn 35e besloot hij kunstenaar te worden. En ja, toen moest hij dat natuurlijk leren. En zijn leraar zei, je moet leren om landschappen te schilderen alsof het lijkt alsof ze buiten het frame doorlopen. Nou, dat vond hij erg lastig. Dus hoe heeft hij dat opgelost? En daar is dit werk een voorbeeld van. Is hij plakte doorzichtig papier op zijn raam. En begon dan gewoon de contouren over te trekken. En dat schilderde hij daarna na. En dit is dus ook het uitzicht op Brussel vanuit zijn raam. En later schilderde hij dan de schaapjes en de details erin. Maar zo begon hij met het juist krijgen van het perspectief. En sowieso om zijn kunstenaarscarrière te stimuleren vertrok hij met Sientje naar Brussel. Sientje was trouwens groot voorstander van het worden tot kunstenaar. En zij kreeg op een gegeven moment een grote erfenis en zei laten we dat inzetten zodat jij kan leren schilderen. Maar Sientje heeft zelf ook er aardig wat geschilderd. Dus dit museum laat niet alleen werk van Mesdag zien, maar dus ook van Sientje zelf. En hier zijn een aantal werken van haar. Goed, hij was dus bezig met die landschappen. Maar op een gegeven moment ging ze op vakantie naar een Duits waddeneiland. En daar ontdekte hij van de zee, dat is mijn ding. Die landschappen, daar vind ik ja, mijn heil in, zeg maar. En ik zal hier een voorbeeld laten zien van één zo'n werk. Je ziet hier schepen die terugkomen met de vangst. En je ziet hier eigenlijk al, kijk die schepen staan er maar op. En je ziet hier heel klein de mensen op het strand. Maar eigenlijk in het werk ging het al om de natuur. Je ziet die ongelooflijke wolkenpartijen, het schouwspel met de zee. En dat werd echt steeds meer een onderwerp voor hem van zijn schilderijen. Hier zie je ook weer het water. Prachtig schilderij vind ik dit ook. Donker met maanverlichting. Mensen met een fakkel op het strand. Echt knap. Goed, hij ging ze dus helemaal toeleggen op die zeelandschappen. En op een gegeven moment was het hoogtepunt in zijn carrière dat hij... gevraagd werd door de vereniging Panorama-Vereniging uit België om een panorama te schilderen van Scheveningen, dus van Den Haag. Hij was inmiddels ook al naar Den Haag toegegaan, hij woonde hier, want hij was natuurlijk zo fan van de zee, dus hij dacht ja, dan woon ik in Brussel, wat niet handig is, dus ik vertrek naar een stad die dicht bij zee ligt en dat was dus Den Haag. En hij kreeg zijn opdracht om een heel groot panorama te maken en dat is hij dus gaan doen. En dat is uiteindelijk hier in dit gebouw waar ik nu sta, dus dat is nog steeds het originele gebouw, is dat tentoongesteld geweest. En het doel was, de panorama's waren toen heel populair, zaten al in meerdere steden. Maar de opkomst was toch minder dan verwacht. Dus op een gegeven moment zei de vereniging, wij moeten van dat panorama af, we willen het niet meer. En toen heeft Mesdag gezegd, nou, dit is mijn meesterwerk, dat kan niet. Ik koop het terug. Dus hij heeft het met zijn eigen geld, heeft hij zijn eigen panorama weer teruggekocht. En daarmee werd hij dus directeur van dit museum waar ik nu sta. En eigenlijk kun je ook zeggen dat vanaf toen is dit dus altijd een particulier museum geweest, tot op de dag van vandaag. En heeft hij dat panorama behouden weten te houden. En is het het enige panorama ter wereld wat nog in het originele gebouw en in de originele opstelling zich bevindt. Echt heel erg vet. Nou, hier nog een paar werken van hem. Echt super mooi. Hij was erg vooruitstrevend voor een museumdirecteur in die tijd. Hij had dus zijn eigen werk dat hij hier tentoonstelde. Maar hij had natuurlijk, hij had ook deze zalen hierbij gebouwd, wat de tijdelijke tentoonstellingszalen waren. Die nu nog steeds voor de tijdelijke tentoonstelling worden gebruikt. Ondertussen loop ik trouwens richting het panorama, dus het wordt net donker. Om de spanning een beetje op te bouwen. En hij begon ook werk van zijn tijdsgenoten te verzamelen. En dat zie je dus ook nog steeds terug. Oké, ik ga nu wat zachter praten. Want ik wil jullie voorbereiden op echt, ik hoop dat ik het op de camera, dat het recht doet, om jullie het panorama van Mesdag te laten zien. Het is echt, echt ongelooflijk. Als je hier nog nooit bent geweest, ga erheen. Het is echt fantastisch. Daar gaan we. Welkom in Scheveningen. Ik ga eerst een rondje draaien. Ik heb een enorme breedhoeklens, maar zelfs nog krijg ik dit bij lange na niet in één keer op de camera. En waar ik dus sta is een soort van standhuisje lijkt het, maar dit is natuurlijk het middelpunt van het panorama. Ik zal ook nog eventjes naar de poster toe lopen. Dus ook allemaal het originele interieur. Dus ook dit. Even kijken zo. Scheveningen in 1880 door H.W. Mesdag. En je ziet het daar. Doorsnede 35 meter. Afstand leuning tot het doek 14 meter. Hoogte 14 meter. Omtrek 120 meter. En oppervlakte 1680 vierkante meter. Echt bizar. Het is ongelooflijk. Het voelt gewoon echt, ik was hier net al, natuurlijk voordat ik de video even ging opnemen. En het voelt gewoon echt alsof ik een dagje, ik voelde gewoon net alsof ik op strand was. En hij hield dus heel erg van Scheveningen. Hij had heel erg het gevoel dat het strand volgebouwd zou worden. Dus hij wilde het behouden houden voor, nou ja, in de toekomst. En dat heeft hij goed voorzien, want als je nu naar Scheveningen kijkt, nou misschien is het nu wat rustiger op het strand, maar normaal, het is natuurlijk helemaal volgebouwd. Nou, hier zie je nog een aantal gebouwen die jullie misschien wel zullen herkennen. Bijvoorbeeld daar zie je de vuurtoren en de kerktoren die er nog steeds staan. Even iets kan inzoomen. En aan de andere kant, daar zo, zie je museumbeelden aan zee. Wat nog steeds bestaat, maar wat ja, nu helemaal volgebouwd is. En hier bij het panorama zijn een aantal bijzondere details te zien. En ik hoop dat jullie dat op de camera ook kunnen zien. Nou, allereerst zie je hier allemaal paarden op het strand. Dat is de cavalerie. Die oefeningen deden op het strand. En deze paarden zijn niet door Mesdag zelf geschilderd, maar door Breitner, die zich later ook natuurlijk steeds meer op paarden gespecialiseerd heeft. En dit was ook een beetje de doorbraak voor Breitner om nou, ontdekt te worden dat hij op dit panorama die paarden mocht schilderen. Even denken, daarachter zie je een paar, even kijken, daar, witte stipjes. Dat waren de badkoetsen, daar konden mensen die naar het strand wilden zich in omkleden en ook met een soort scherm eromheen zwemmen, zodat ze een beetje privé waren. Dan is nog een ander grappig detail is, daar ga ik weer eventjes aanwijzen, daar zie je een wit parasolletje en daar heeft hij Sientje geschilderd, dus zijn vrouw die daar aan het schilderen is op het strand. Even kijken. Wat je echt moet beseffen is dat het heel bijzonder is dat dit panorama nog bewaard is gebleven. Het werd in veel meer steden gedaan. Het was erg populair rond die tijd. Maar geen één is bewaard gebleven. Dus dit is de enige op de wereld die nog in deze originele staat tentoongesteld is. Ik begreep ook dat het zand wat hieronder ligt ook echt nog uit die tijd is. Dus dat is gewoon nooit veranderd gebleven. En dat komt echt wel door de verdienst van Mesdag, die zijn eigen museum heeft onderhouden financieel. En ook zijn familie die nog steeds voor een deel ook bijstaat en aandelen heeft in dit museum. Ik ben echt heel erg onder indruk. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien op de camera, want het draait natuurlijk allemaal om perspectief. Je moet anders schilderen als je in een rondje schildert. Je hebt hier trouwens een voorbeeld van, dit is ook origineel trouwens, hoe Mesdag dat heeft gedaan. Want wat deed hij? Hij ging dus in deze houten stellage staan. Dus hier stond hij. En hij keek met zijn hoofd door dat cilindervorm daar. En daar zie je dat hij op geschilderd heeft. En zo trok hij als het ware, zette hij het begin van zo'n panorama. En later tekende hij hier een raster op, wat hij vervolgens in schaal natuurlijk schilderde op het doek. Nou ja, nu kennen wij natuurlijk de panoramafoto op je telefoon. En dat is een heel stuk makkelijker. Maar toch hebben ze hier helemaal niet zo heel... Ze hebben maar een paar jaar over gedaan om dit te schilderen. En dat is wel echt ongelooflijk als je bedenkt hoe groot dit panorama is. Ik ben echt heel erg onder de indruk. Maar goed, dat heb ik nou al 100 keer gezegd, maar ik meen het. Er is nog iets heel erg tofs, wat niet veel mensen... Dus dat kan ook normaal niet als je naar het museum gaat. Maar ik heb van de directeur Minkenschat het voorrecht gekregen om hier beneden, dus aan de voet van het panorama, een kijkje te mogen nemen. En ik mag jullie meenemen. Ik kan er alleen niet makkelijk naartoe, dus ik ga even een rondje draaien en dan ben ik beneden aan de voet van het panorama Mesdag. Kijk nou toch, jongens. Ongelooflijk. Ik vind dit misschien nog wel minstens zo indrukwekkend. We zijn hier dus aan de voet van het panorama. En dit is dus nog het originele gebouw. Ik ga er even doorheen lopen met jullie. En hier zie je hoe gigantisch groot dit werk is. 14 meter dus. Kijk, ik ga even van beneden naar boven. En daar is het dak. Wat dus natuurlijk licht heeft. Dus dat betekent, als het hier, dat vertelde Minke, nu is het zonnig vandaag, dan lijkt het ook echt zonnig op het strand. Maar als het hier regent, dan regent het ook. Dan zijn je op een druilerig strand. Dus het maakt echt wel uit welk weer het is buiten. Hoe de panorama op jou overkomt. Ik ga nog iets verder lopen, dan kan ik jullie dat even laten zien. Je kan heel goed zien hoe het werkt hier met het perspectief. Je ziet dat hier, dit is als het ware het vlonder, daarop ligt het zand, waar we net boven, daar stonden we net, daarboven. En je ziet dat die hier omhoog loopt en dat is ook het panorama. Hij heeft dus alleen geschilderd wat je dus ook vanaf de originele uitkijkpunt kan zien. En dat kun je hier dus bijvoorbeeld goed zien, dat de rand loopt als het ware mee met de verhoging van het dak. Dus hier zie je panorama ophouden. Ik zal nog even een... Hier zie je de paarden die ik net liet zien. Het is toch wel echt een heel ander perspectief. Vanaf hier. En er is nog een grappig iets wat ik jullie nog even wil laten zien. En dan ga ik deze video weer afsluiten. Ik loop hier nu onder het vlonder. Twee grappige dingen wil ik jullie laten zien. Eén is, hier kun je heel goed zien die vakjes. Ik vertelde net dat die doorzichtige glascilinder gebruikte waar die vierkantjes op tekende. En hier maakte die vierkanten van 1 meter bij 1 meter. En zodat hij het perspectief op de juiste manier had. En er staat ergens een heel bijzonder iets. Dat moet ik even zoeken. Ja, hier. Daar heeft Mesdag zijn handtekening gezet. Dus boven zie je dat niet. Maar hier wel. En hier wilde ik de video met jullie eindigen. Ik vond het echt spectaculair. Ik hoop dat het nogmaals overgekomen is op de camera. Het is eeuwig zonde. Het is een particulier museum. Dus je hebt het nog eens extra zwaar in tijden van dat alles dicht is. Dus maar breng een bezoek als het weer open is. Ze hebben ook tijdelijk tentoonstellingen. En wil je nou iets betekenen voor Panorama Mesdag, dan doe dan een donatie. We zetten onder de video een donatieknop, zodat jij in plaats van een kaartje voor het online bezoek misschien een kleine bijdrage. En je gaat direct naar het museum. Ja, ik ben helemaal een beetje, zoals je merkt, een beetje beduust van dit, omdat ik het zo tof vond. Ik wil Panorama Mesdag bedanken dat ik langs mocht komen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal of op Instagram, thuismuseum.nl. Wil je meer objecten en foto's kijken, dan volg ons daar dan. En ja, blijf gezond allemaal en tot snel weer.